Jos was geliefd op school bij klein en groot, bij man en vrouw, bij broeder en leek. En naast de pedagogische taken bleef hij zich inzetten voor de kleine dingen der aarde en bleef hij Gods water over Gods aarde sproeien. En leidde hij het MOS-project met vaste hand. Oké, Jos, even... Ja, nou, ik denk dat dit in orde is. Jos, wat heb je? Oké, laten we dan vast beginnen. Neem ik even de gegevens erbij. Nou, wat zegt hij? 475. 412. Nou, dat is veel gestegen. 6,2. Nou, dan denk ik dat die zeker drinkbaar is. Ja. Nou, zou ik zeggen, dat is goed. Goed bezig, Jos. Nogmaals, gefeliciteerd met jouw MOS-project op school. Nou, het is...